Is die nou echt dood gewoon? Dit kan toch niet? Dat kan inderdaad niet, want ik leef gewoon nog. Maar Lotte weet van niks. Ik ben gewoon zo benieuwd hoe Lotte zou reageren als ik echt dood zou zijn. En wat ze wel niet zou doen zonder mij. Oh, en zijn huis staat hier nog. En al zijn spullen, al zijn dingen. Oh, het gaat zo lastig worden als Alex er niet is. Hoe ga ik ooit nog gelukkig worden zo? Oh, is de deur wel op slot? Oh, zijn deur is niet op slot. Het is nou letterlijk bij mij thuis naar binnen. Oké, weet je wat? Ik denk dat het ook wel verstandig is dat ik tenminste alles een beetje opruim. En ja, misschien gewoon alles blijf afstoffen en dat soort dingen. Oh, dat is wel echt lief van haar. En zijn bedje staat er ook nog. Oh, ik zal maar niet aanraken. Ik bedoel, ja, Alex is er natuurlijk niet meer. En ja, ik wil wel gewoon al zijn spullen gewoon nog intact hebben, denk ik. Maar ja, voor nu sluit ik het wel even af. Maar wacht, ik heb nog helemaal geen huis. Weet je wat? Alex zou het vast niet erg vinden als ik één nachtje misschien gewoon bij hem in bed slaap. Ik bedoel... Oh, wat? Ja, ik kan misschien wel dood zijn, maar ik moet ook gewoon slapen. Dat is even niet de bedoeling. Gaat ze nou letterlijk gewoon bij mij thuis slapen? Slaap lekker. Oh, eens even. Oké, dat is gek. Als ik dus dood zou zijn, dan zou ze dus letterlijk gewoon in mijn huis overnemen. Oké, het is maar voor één nachtje. Dan heb ik zelf geen plek om te slapen. Weet je wat? Ik ga wel gewoon hier slapen in het gras. Hier een beetje achter, dan ziet ze me nooit. Slaap lekker. Goedemorgen. Ze bent al best wel lekker geslapen eigenlijk. Ah, het lag op zich best wel goed, ja. Oké, maar Alex is het natuurlijk niet. Alleen moet mezelf wel gewoon blijven vermaken, lijkt me. En we deden natuurlijk altijd heel veel leuke spelletjes. Tikkertje en dat soort dingen. En we gingen... Daar loopt ze weer. Ze is wakker geworden eindelijk. Mama. En hier ligt hij nog steeds. Ik moet door. Ik kan niet eten blijven huilen door hem. Oké, weet je wat? Ik ga maar gewoon zwemmen. Het is ook gewoon tijd om een lekkere frisse ochtendduik te nemen. Ze heeft letterlijk nog steeds niks door. Ze staat letterlijk bij het zwembad daar. Kan ik daar een beetje in de buurt bij komen? Misschien als ik achter deze bosjes ga staan. Hier zo ga staan. Ja, dan kan ik er best wel zien, denk ik. Ik zie haar daar tussen de blaadjes. Oh, komt ie en springen! Oké. Ik was vergeten dat ik niet heel goed was in zwemmen. Oh, was Alex hier maar om mij te redden. Alhoewel was het wel een beetje leuk. Ik kan op zich ook wel in mijn eentje best wel van maken. Oh, eens even. Zei ze dat nou echt? Oké. Dat gaat ze terugnemen. Ik ben echt wel nodig. Maar nu is het tijd voor de jacuzzi! Woehoe! Oh, dit is zo lekker warm. Toch? Ah, nee. Oh, Alex is hier nog niet. Toch, Lotte? Ja, hij is heel lekker warm. Zie je wel, ik kan wel in mijn eentje spelen. Ik kan wel gewoon alleen zwemmen. Is ze nou vrienden aan het worden met zichzelf daar zo? Dit is zo gek. Oké, ze moet toch iets inderdaad. Op sommige momenten mis ik Alex wel een beetje, denk ik. Ik bedoel, het was wel gewoon altijd een hele goede vriend. Maar ja, ik moet ook gewoon door. En ik kan niet eeuwig aan Alex vastgeplakt zitten. Ik wil ook gewoon mijn eigen ding doen. Dus op zich... Misschien heb ik wel wat plannetjes in mijn hoofd. Plannetjes? Wat voor plannetjes heeft ze in haar hoofd? Ik snap hier helemaal niks van. Hoezo zou ze plannetjes in haar hoofd hebben? Want ja, je ziet Alex's huis hier inderdaad. Alleen het is blauw. En ik hou dus niet van blauw. En als Alex er toch niet is... Dan kan ik net zo goed soms wel dingetjes veranderen misschien. Veranderen? Wat zegt ze nou allemaal? En ik had net gezegd dat ik misschien niks wou veranderen. Alleen, ja, wat gaat Alex eraan doen? Als je dood bent, dan ben je dood. En hij kan er niks van maken, denk ik. Ik bedoel, het is niet alsof hij een geest is die kan bepalen wat ik doe. Ik bedoel, ik kan nu eigenlijk zelf gewoon bepalen, inderdaad. Dat betekent dat ik ook op zijn bed mag springen. Woehoe! Nee, niet op mijn bed springen. En zelf. Zelfs met vieze schoenen. Ik bedoel, ik ga dit bed toch veranderen. Het is blauw. Hij lag wel lekker. Maar ja, blauw, hè? Daar hou ik niet zo van. Daar moet ik alleen wel wat spulletjes, denk ik, voor hebben. Als dit toch mijn huis gaat worden. Want ik was misschien van plan om een eigen huis te hebben. Maar als Alex er toch niet is... Wat kan het ergste zijn wat ze kan doen met mijn huis? Letterlijk niks. Ik bedoel, de blauwe kleur, dat is permanent geverfd. Kan je er niet zomaar afhalen. En voor de rest, ja, weet je, het blijft gewoon mijn huis. Want ik leef gewoon nog. Zo, stuk beter. Oh, eens even. Wat? Wat heeft ze met mijn huis gedaan? Het is helemaal roze geworden. Ik kan ze niet meer wegkomen. Maar ik kan het ook niet zomaar doen alsof ik weer levend ben. Hoezo zou ze dit ooit doen? Ze is letterlijk alles voor mij gewoon aan het vervangen. Naar spullen voor haar. Oh, perfecter kan dit.
het gewoon niet. Kijk, de deuren zijn gewoon prachtig roze. Alleen zijn er nog wat kleine dingetjes die ik eigenlijk wil veranderen. Want als je ziet, zit er een lelijke tapijt. En dat vind ik helemaal niet mooi. Dus dit gaan we allemaal even kapot maken. Zo, hup. Want ik heb wat spulletjes meegebracht natuurlijk. En dit moeten we eerst allemaal gaan vervangen. Zo, hup. Dit wol er ook uit. Zodat we dat kunnen verplaatsen natuurlijk met roze wol. En dat doen we dan zo. Hup, dit opvullen. Kijk hoe perfect dit er al uitziet. Oh, ik hou hiervan. Dit is echt top. Ook die wil ik dan weg. Zo, en ja. Kijk, dit ziet er toch al veel beter uit. Gewoon roze. Lekker met allemaal nog meer roze spullen. En even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben de grootsteen. Die kunnen we ook gewoon gaan veranderen. Zo, die hakken we even weg. En dan komt er natuurlijk een roze voor in de plaats. Nou, het zijn niet de perfecte roze kleuren. Maar dat maakt niet uit. Het is tenminste roze. En hierboven was er ook nog tapijt dat blauw is. En is het belangrijkste ook nog niet roze. Namelijk het bedje. Zo, dit vullen we hier zo op. En hier dan ook nog eentje, denk ik. En ja, sorry Alex. Maar jouw bed is nu helaas mijn bed geworden. Zo perfect. Alles is gewoon prachtig roze. Oh nee, het wordt al laat. Ik zie dat de zon al ondergaat. En mijn buik begint al enorm te knorren. Ik moet even wat eten halen. En gelukkig heb ik mijn tuintje hier buiten staan. Oh, ik ga ze even omoogsten. Zo, hup, die hakken we omver. En nog meer heerlijk graan. Want daar kunnen we natuurlijk broodjes van maken. Kijk er dan eens. Ander avondeten pakken van de farm. Oké, snel weg hier, snel weg hier, snel weg hier. Oh, zie me niet, zie me niet. Wat heeft ze gedaan? Wat? Oh, is even zelfs de keuken. Oh, waarom is dit allemaal verkleurd? Waarom is dit allemaal veranderd? Zelfs boven, mijn bed is weg. Hoe kan ze dit ooit doen? Het is letterlijk alles wat van mij is geweest. En het is nu allemaal veranderd. Mijn boeken zijn weg. En alles hier is weg. Ah, dit moet wel genoeg zijn, denk ik. Oh, ze is terug. Ze is terug, ze is terug. Zo. Oh, de oven staat al aan, volgens mij. Perfect. En even kijken. Waar kan ik ook weer mijn broodjes halen? Lag het boven? Nee, tuurlijk niet. Waar moet het boven liggen? Ik heb hier de koelkast. En volgens mij, als ik het wheat in de koelkast doe, dan moet het uiteindelijk gewoon omgaan naar brood. Want het moet natuurlijk rijst en zo. En oké, ik ga even zitten hier. Want wat is het toch heerlijk om in mijn eigen huis gewoon te gaan zitten. Ze heeft letterlijk niet door dat ik hier boven ben. Hoe kan dat nou weer? Oh, wacht. Huh? Ik ben het vergeten. Inderdaad, zo werkt het helemaal niet. Waar is mijn kookboek? En mijn laadje? Nee, ook niet. Wacht. Is ik het niet boven neergelegd? Laat ik eens even boven kijken. Alex? Ik ben een geest. Alex? Ja? Ben je echt een geest? Nee, Lotte. Ik wou gewoon kijken wat jij deed als ik er niet meer was. En blijkbaar is dat best wel veel. Je hebt letterlijk alles wat van mij was, je overgenomen en vervangen. Hoe kun je dat ooit doen? Wacht, ik moet eerst even een klein testje doen om zeker te weten dat je geen geest bent, oké? Oké, Lotte. Oké. Auw! Alex, je leeft nog! Wie ligt er dan in het graf? Dat weet ik ook niet eigenlijk. Hallo? Alex? Moeten we hem opengraven? Heb jij iets voor de steentjes? Ja, ik heb mijn pickaxe bij me. Oké, wacht. Kom op. Weet je het zeker? Doe jij de onderste, ik de bovenste. Oké, 3, 2, 1. Graven! Fred! Fred? Hoi jongens, ja. Welkom in mijn nieuwe huis. Oh, Fred, je bent me er ook eentje. Oh.